Afgelopen weekend vond er in de sporthallen overrassend een concert plaats van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Het concert met de naam Space werd begeleid door de commandant van de vliegbasis Volkel. Maar liefst 41 blazers, een zevenkoppige ritmesectie en verschillende zangers en zangeressen namen deel aan het concert. Onder andere de Earth Song van Michael Jackson en soundtracks van films als Star Wars en E.T. werden door de muzikanten in een nieuw jasje gestoken. Dank u wel. Welkom op de Honey Highway. Deze spoorberm tussen Nijmegen en Wijchen heeft ProRail na een recente vernieuwing van het spoor in laten zaaien met wilde bloemen om de bijen terug te laten komen. Wijchense wethouder Agnes Schaap ontving daarnaast van ProRail en de initiatiefnemers van Honey Highway ook nog een bijenhotel. Dit Honey Highway Hotel is bedoeld als een nestelplek voor wilde bijen. Ook bermen van Rijkswegen, Provinciale Wegen en Waterdijken in het land kunnen worden ingezaaid in het kader van Honey Highway. De soorten wilde bloemen worden afgestemd op de grondsoort in de streek. De bermen worden dusdanig onderhouden dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Het is de bedoeling dat bijen er voldoende voedsel kunnen vinden, zodat ze goed kunnen overwinteren. Tegen Bovenberg. Na de 5-1 nederlaag tegen Ajax van afgelopen weekend zakte de moed bij sommige spelers van de NEC in de schoenen. Maar de supporters staan nog helemaal achter hun club. Bij het Goffertstadion hingen daarom afgelopen zondag en maandag spandoeken met de tekst massaal naar Twente. Voor de wedstrijd van aankomend weekend zijn inmiddels dan ook al meer dan 500 uitkaarten verkocht.